Oh. Dat is op 20 seconden, jongens. We komen op 7 ronden van het einde. Op 7 ronden. Kom maar, Pascal. Kom maar, ver. Alles. Komen op 5 ronden. We hadden 33 seconden voor ronde 3. Met Luc Vermeers aan het commando, die nu afgelopen voor door Jan van den Branden. De 157, jongens. Ja. De voorsprong is gesloten, we krijgen achtergrond. Nog 5 ronden, jongens. En dan krijgen we hier een achtervolgende groep. Alles seconden, de chauffeur van. Dan de rechter Bekemans, Herman Groot, Brabant, Luc van Rompuy, Peter Vos, Henry Hermans, Luc van der Rooy. En dan de. Krijgen hier Rooy Hoevers aan het komen. Door de Kompleinzaal, de 500. Nog 5 ronden. Ja, dat was te denken, hè. Krijgen we
gelopen. Met Rudy Gunnerup samen op het andere hoog voor van de rechter voor links. Krijgen we hier het peloton. Het zijn komen op 3 ronden van het einde. En we hebben 22 seconden. Nog 3 ronden, jongens. Nog 3 ronden. Nog 3. Mensen 16, er is één iemand die een aantal wat heeft gekozen. Ja, aankomst jongens. Voomske. Ja, Voomske. Oh, hoi. Nee. Mark Vekermans. Dan even assisteren. Ah, ja, geef hem de boel maar. De kussen. De fles nog. Een andere fles. Op de tweede plaats krijgen we Peter Vos. Ja. Voilà. En dan op de derde plaats krijgen we Jan ten Brande. Voilà, het podium bij onze C-redders. Mark Vekermans, Peter Vos en Jan van den Brande. Geef ze een applaus, meneer. Voilà, jongens, proficiat. We hebben nodig voor het D-podium Paul Geudens, Dick Hoogkaart en Mark Heulens. Mark, proficiat. Eerst met z'n tweeën, we krijgen Jan van den Branden en Luc Verwind vooraan. En dan een topgroep die kwam aansluiten dat we er 16 hadden. En dan dat maken in de spurt. Ja, dat was waar. De wind op en dag met twee. We gaan ook een lukken gesprekken zullen volgen. Ja, de sprint is altijd beter zo. En ik zat in de goede positie. Ja, hij zat in de goede positie. Ja. Winnaar in onze D-categorie, Paul Geudens. Paul, plaats op het boot. We bloemen, de kussen. De fles er nog bij, Paul. Mag plaats even bovenaan. Dat blijft staan, geen bang hebben. Oh, op de tweede plaats, André Volkaerts. André. Schavot ernaast, jongen. Hier op de. Ja. We zijn hier allemaal te kopen, volgens de telling. Op de derde plaats, Mark Heulens. Voilà, geef ze een applaus. Kom. André Volkaerts en Mark Heulens. Bij onze E-runners hebben we nodig George Vonks, Joseph de Wever en Willy van Herk. Oh, ja. De bloemen, onze jongens komen eraan. En ook de fles. George Vonks, overwinnaar in onze E-categorie op de tweede plaats. Zoek even. Merci. Hela.
Alles goed. En op de derde plaats. Goeie op, en, ja, probeer. Willy van Herk. Geef ze een applaus. George Vonks, George de Wever en Willy van Herk. De Waardo mee met die jonge mannen. En dan springt er nog van dat schavot. Lekker zo'n jong vullen. Ah, dat is niet slecht. Dat is zeker goed. Maar waarom? De spuurtaantrekking, je bent zeker. Wat zei je? Ik wil al die jonge mannen hier op hun bek geven. Ik wil door mij doen vandaag, het was wind over de kop. Ik kom hier de kop. Ja, wind over de kop. En je hebt misschien de kleinste kop. Dat snijdt de wind zonder problemen. Geef hem nog een applaus, George.